Hallo allemaal, welkom bij het eerste onderdeel uit de reeks Eerste hulp bij studeren. Nu je de basisschool bent ontgroeid, krijg je steeds meer verantwoordelijkheid om alles zelf in goede banen te leiden. Zowel voor je dagelijks leven als voor je studies. En dat is uiteraard leuk, omdat je dan zelf kan bepalen wanneer je studeert en wanneer je iets anders wil doen. Maar die vrijheid kan er ook toe leiden dat je in de problemen komt, doordat je alle taken op het allerlaatste nippertje nog moet afwerken. Het is dus belangrijk dat je een goede balans weet te vinden tussen studeertijd en vrije tijd. Een goede planning kan je daarbij helpen. In deze video leg ik jullie uit hoe je dit kan aanpakken, want plannen kan je leren. Vooraleer je een concrete weekplanning gaat opstellen voor de taken en toetsen die op het programma staan, is het belangrijk om eerst een zicht te krijgen op welke momenten in de week je kan studeren. Hiervoor gebruikten we dit document. De uren die je op school aanwezig bent, werden reeds ingekleurd. Vervolgens heb je met een groene kleur je vaste activiteiten in de week aangeduid. Hopelijk bleef er nadien nog voldoende tijd over om te studeren. De studeerblokken kregen een gele kleur. Nu je weet op welke momenten je kan studeren, kan je een weekplanning opstellen. Hierbij is het belangrijk dat je een aantal dingen in je achterhoofd houdt. Ik overloop ze even. Je kiest best een vast moment in de week om je planning op te stellen. Bijvoorbeeld zaterdagochtend. Maak er dan ook een gewoonte van om dit wekelijks zo te doen. Wanneer er een toets gepland staat, is het belangrijk om hiervoor minstens 2 à 3 leermomenten te voorzien. Leerstof raakt enkel geautomatiseerd als je voldoende herhaalt. Wanneer je enkel de dag voor de toets studeert, zit de leerstof in je korte termijn geheugen en ben je het binnen de kortste keren weer vergeten. Herhaling zorgt ervoor dat iets in je lange termijn geheugen terechtkomt en je dit dus blijvend onthoudt. Hoe vul je deze leermomenten dan het beste in? In de voorbereidende fase ga je de leerstof lezen en begrijpen. Je maakt vervolgens een mindmap of een samenvatting. Tijdens het tweede leermoment ga je de leerstof instuderen aan de hand van de voorbereiding die je maakte tijdens leermoment 1. Het derde leermoment gebruik je tenslotte om te herhalen. Probeer deze manier van werken zeker eens uit. Je zal zien dat het werkt. Verder voorzie je best ook altijd een paar reservemomenten in je planning, voor het geval je toch ergens meer tijd nodig hebt dan eerst gedacht. Een gouden tip: begin eerst met de taak die je het minst leuk vindt. Zo verminder je de kans op uitstelgedrag. En tot slot, vergeet niet om te doorstrepen wat je al hebt afgewerkt. Op die manier behoud je ten allen tijde het overzicht. Wanneer je nu een opdracht ontvangt die verder in de toekomst ligt, gebruik je naast je weekplanning best ook een maandplanning. Stel je voor dat je leerkracht Nederlands een literatuurtaak opgeeft tegen 30 november en je werkt enkel met een weekplanner, dan zou je half november wel eens voor een verrassing kunnen komen te staan, omdat je die grote opdracht uit het oog bent verloren. Zo zal je op een week tijd een boek moeten lezen en de opdracht maken. En dat is uiteraard onmogelijk. Bij grote opdrachten is het dus een goed idee om de opdracht in deelopdrachten te splitsen en jezelf tussentijdse deadlines op te leggen. Bijvoorbeeld, je boek lezen tegen 31 oktober, opdracht 1 maken tegen 3 november, opdracht 2 tegen 14 november en opdracht 3 tegen 25 november. Op deze manier spreid je je werk en kom je niet in tijdnood. Zo, dan is het nu tijd om zelf aan de slag te gaan. En vergeet niet, oefening baart kunst.
Ook bij plannen. Laat je niet meteen ontmoedigen als je planning de eerste keer niet verloopt zoals je had voorzien. Heel veel succes!